De tegel is eigenlijk een eye-opener voor iedereen die er overheen loopt. Zo van, pesten is not done. En er moet niet gepest worden, er moet niet buitengesloten worden. Hier bij de ouderen proberen we toch eigenlijk door aandacht te vragen voor dit fenomeen. Om ze bewust te laten zijn van dat het eigenlijk best wel een kwalijke zaak is als je buitengesloten wordt. En dat gebeurt gewoon. Je ziet het wel dat mensen buitengesloten worden. En dan lopen ze langs en dan denken van het roddelen, hè, in de achterklep, dat zie je ook heel vaak. Dan loopt iemand weg en dan het roddelen en op elkaar wijzen. En dat zijn dingen die dus regelmatig voorkomen. Ik heb het zelf meegemaakt een keer. En toen was ik aan tafel. Ik zeg, mag ik hierbij komen zitten? Nee? Ja, maar we weten niet of die iemand komt die hier altijd zit. Ik zeg, doe maar. En die iemand die kwam toen zei ze, oh mevrouw, maar ik zit hier altijd. Ik zeg, pardon. Ik zeg, nou zit ik er. Kunnen het niet voorkomen, kunnen er wel aandacht voor hebben. En dat is het belangrijkste. En dat is ook het belangrijkste van de tegel van vandaag. Dat elke bewoner ook ziet van, binnen de posten is dat belangrijk dat ik erover kan praten.